Het kladonderzoek dat wordt uitgevoerd bij het Nationaal Jeugdinstituut NJI is tegen niemand gericht. Het is juist bedoeld om jeugdparlementariërs te beschermen. Dit zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het moet bekend zijn waaraan het geld op de begroting van het instituut is besteed om de jeugdparlementariërs in bescherming te kunnen nemen, meent Kuldeep Singh. Ik wil de jeugdparlementariërs, weet ik ook dat zij de afgelopen periode geen geld hebben gehad om zaken te realiseren. En daarom moeten we weten, en om hun ook in bescherming te nemen, moeten wij weten wat er met hun geld is gebeurd. Waarom zij dat geld, dat eigenlijk begroot is geweest, niet in handen hebben gehad om die projecten uit te voeren. Want straks worden zij ter verantwoord, want er wordt naar hun gekeken alsof zij niks hebben gerealiseerd. Maar ik snap ook, het zijn jongeren die geen geld in handen hebben gehad om die projecten te realiseren. Maar dat geld was er. En vandaar een kladonderzoek. Het is naar niemand toe gericht, begrijp je? Maar het is, ik wil weten wat er met dat geld is gebeurd van die jongeren. De minister laat ook weten dat er een nieuwe directie is benoemd bij het directoraat Jeugdzaken. De bedoeling is dat het jeugdinstituut naar grotere hoogtes wordt getild. De directeur van Jeugdzaken is Jayanti Mangro. De directeur van Nationaal Jeugdinstituut is Karishma Mathura en de onderdirecteur is Mitesh Bagbo. Binnen de CARICOM hebben we gezien dat Suriname heel hoog stond met het Nationaal Jeugdinstituut. Het probleem is alleen dat het de afgelopen periode niet tot uiting is gekomen wat er eigenlijk gepland was en zoals het staat op papier. Dus wat wij nu hebben gedaan is dat wij het Nationaal Jeugdinstituut veel hogere standaarden gaan heffen. De standaarden gaan treffen daar en dan dat wij van daaruit een beleid gaan uiteenzetten. En het beleid is natuurlijk dat de jongeren veel meer betrokken zullen zijn, dat ze projecten kunnen uitvoeren en dat ze veel meer op het veld zullen zijn. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Zij sprak enkele journalisten gisteren voor aanvang van de laatste RVM van dit jaar.